vind. Oh. Blije mama hier. Soms heb je gewoon even knuffels nodig. Ik had eigenlijk wel gisteren heel veel stress. Je motiveert op elkaar. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is nog heerlijk weekend. En we gaan even met z'n allen lunchen met mijn gezin. Dus dat is super gezellig. Dit is even wat ik aan heb. Even iets simpels. Thirstful. Mag ik me laten gaan? Ja? Ja? Oh, wat spannend ook dit. Oh, Levin. Oh. Het kopje van jou ook. Ja? Oeh! Ja. Ik heb een tas. Oh! Appus! Attali! Sluit! Kom maar! Tijd voor. Dan moet ik dichterbij. Oh! Gosje. Ze vindt het helemaal niks. Kia. Wat ben jij toch aan het maken dan nou? Courgettesoep. Oh. Dat vind jij heel lekker, dat is jouw lievelings. Doe je gordijn eens open. Nee, je gordijn open. Ja, yeah. Nee. Nee. Maar jij vindt dat een hele lekkere soep, hè? Ja. Lekker hoor. Hallo, daar ben ik weer. Kijk. Ik heb dit weekend aangegeven bij de kinderen van, nou, weet je, als ik thuis ben, dan wil ik eigenlijk ook gewoon dat de bedden opgemaakt zijn. Dat het een beetje netjes in huis is, want ik loop er ook rond, hè. Doe even je best, zeg maar. Zal ik even laten zien? Opgemaakt. Kamer netjes van Kia. Opgemaakt. Nou, alleen daar ligt nog een beetje troep, maar dat moet ze nog even passen. Maar prima, van Robbie. En onze Levin heeft het ook gedaan. En kijk deze poes hier heerlijk liggen. Ja? Oh, ben je lekker aan het slapen? Word je weer gewekt door mij? Oh, ja. Word je een beetje gewekt door mij? Toetje. Hè? Dus, eigenlijk ben ik wel heel erg trots op ze. Dus... Blije mama hier! Maar ik wil even doen. Ik ben even aan het stofzuigen. Wow. Ja, ik vind jou ook heel lief hoor. Ja. Maar ik ben wel aan de schoonmaken even. Maar nog even, nog maar een beetje meer. Oh. Ik moet vaker de vlog aan zetten, maar ik vind van je wel. Heb je de vlog aan? Oh, hallo vlog. Ah. Dus even mama tanken. Echt hè, dan ga ik huishouden doen en wie komt weer op me af? De speenkaam. Ja. Je hoorde de camera al, hè? Ja. Ik dacht, ik ga jou even bespieden. Dat mogen ze nog niet zien, want we zijn met iets heel leuks. Althans, Kia is met iets heel leuks bezig. Dat gaan wij wel samen doen, hè? Weet je, ja. En ik ga nu even mijn nagels doen bij jou, omdat ik dat gezellig vind. En mama was net aan het stofzuigen. En ik moest die wilde niet knuffelen? Nee, maar ik ging haar toch wel een beetje knuffelen. Ik was net een beetje geïrriteerd. Ja. Ja. Dat zijn allemaal eens. Maar ik vind het leuk. Jongens, we gaan zoiets leuks doen. Mag dat al in deze vlog gezegd worden? Nee, hè? Holy. Soms heb je gewoon even knuffels nodig. En dan moet dat gewoon even nu gebeuren. Kenkebeuren. Goedemorgen. Wat gaan wij doen, mama? We gaan naar de sauna. We gaan naar de sauna met z'n tweeën. Ja. Ja. We hebben heel veel zin in. Ja. Even ontspannen. Even kletsen en ontspannen. En we krijgen ook een massage. Dat is echt wel heerlijk. Ik zie er wel heel gevlommeld uit, eigenlijk, een soort van.
Maar ik ga nog even mijn tanden poetsen. Ja, doe dat. Hé hey joh. Wat heeft hij jou aan? Nee hoor. Ben je ready voor vandaag? Ja, tuurlijk. Ja. Jij? Wil je zien dan? Ik had eigenlijk wel gisteren heel veel stress. Waarom? Want ik had gewoon ineens heel veel pukkels. Maar ik zie er nu niet zoveel van. Het is geen spiegel. Nee. Ja, hier om mijn kin ook. Nou, ik zag deze vanmorgen best wel. Ja, ik heb hem een beetje weggewerkt. Maar hoe ga je dat doen in de sauna dan? Want dat gaat natuurlijk helemaal... Zo meteen ga je helemaal zo... Dat gaat er zo meteen wel af. Oh. Oh. Dus, ja. Struggles, hè? Ja, dat zijn geen leuke dingen. Nee. Gaat het ooit over? Is ja, het echt puberpukkels? Ik hoop het echt. Want ik word er gek van. Ik struggle hier al echt 5 jaar mee. Want nee, 4. Ik heb het dus nooit gehad. Ik heb nu toevallig wel dat ik laatst hier heb pukkel. Maar dat komt gewoon dat je dan een keer... Weet ik veel, maar dan een product heb gegeten dus die, waar je huid op reageert. Want wij eten eigenlijk voornamelijk heel erg gezond. Ja, ik eet juist nu heel erg gezond. Drink veel water. Drink heel veel water. En muntthee, dus ook gewoon water met een takje erin. Takkenthee. Maar ik heb het eigenlijk nooit gehad. Ruby ook niet. Ja, maar daarom snap ik ook niet waarom ik het heb. Eerst had ik ook weer een grindpad op mijn neus. Ik noemde dat kraters. Ja, nou dat is op zich wel over. En toen had ik het hier heel erg. Ja, oh ja, ja. En toen kreeg ik het hier ook. En toen kreeg ik het hier echt heel erg. En dat heb ik nu nog steeds. Terwijl jij ook gewoon echt je kussensloop verschoont? Ja, ik doe alles. Alcohol schoon, met speciaal voor gezichten. Met alcohol, met een watje. Ja, het is niet eerlijk. Het leven, ja, het leven maar is ja, even dan eerlijk. Moet ik er zijn maar meerdere denken. Mensen die hebben hier last van. Hè? Ja, en er nog zijn veel ook ergere erger. Dingen. Ja. Dus... Ja, ik heb wel eens gezien dat het hele gezicht gewoon vol met pus zit. Oh, maar ik vind het zo zielig als je dat hebt. Dan heb ik niks te zeggen eigenlijk. Maar mensen gaan je ook aanstaren, hè? Ja, want die denken, wat heb jij nou op je haar, zus? Terwijl het eigenlijk... Je kan er niks aan doen? Je kan er gewoon niks aan doen. Nee? Je kan er... Wat was dat? Dat weet ik niet. Ik ging echt schuin en zachtjes eraf, dus... Maar wil jij... Nee! Oh, ik heb een soort van spietje in mijn nek die ik heb verrekt. Oh, dat is even. Oh, en dan krijg je zo meteen massages, dan gaat hij het helemaal eruit. Ja, en ik heb gisteren gesport, dus dat is ook heel lekker. Lekker, hè? Ja. Kia is even drukker, ze moeten even opletten. Ja, ja. Even rotonde. En mijn fietser, ja. Nee, ja, gaat niet. Gaat ja. Oh. Oké, okay, oh, laten we de muziek aan doen. Ja, we gaan. Ja, we hebben echt heel erg relaxed. En we zijn heel moeig. Ja. Ja. Het is ook laat. Het was een hele dag. Ja. We hebben lekker gegeten. Ja. De massage was lekker. Ja. Echt genoten. Dat heb je echt eigenlijk nodig eens in de zoveel tijd. Ja, even gewoon lekker chillen en even lekker bijkletsen. Bijkletsen met over alles en nog wat. We gaan lekker slapen. We gaan lekker slapen. Heel trusten. Goedemorgen! Oh, ik schrok van mezelf. Ja, ik ben aan het editen. Ik wacht op Ruby, want we gaan lekker sporten samen. Gisteren sauna, nu ben ik er tegenaan. Ja. Even geen stress. Wanneer heb je geen stress? Als ik met jou ben. Wat fijn. Dan heb ik gewoon de rust. Oké. Okay. Oh, hier haal jij die flesjes vandaan. Ja, uit ik snap het niet. Ik zei nog, ja, ik vond 2 flesjes in de tas. Ik zeg tegen mama, ik zeg, waar had ze nou al die flesjes vandaan? Ik snap er helemaal niks van. Wij gaan sporten. Ben ik veel sneller dan ik denk? Zo oud als jij pas komt en is en gaat voorbij. Hoe jij me ziet? Oh.
Alles weer zijn klaar. Oh, we hebben echt hard geknald dit keer, hè? Ja. Ik zweem ook echt kapot. Echt, what the fuck? Mijn armen trillen ook helemaal. Ja. Oeh, als je met z'n tweeën bent, gaat het zoveel lekkerder of zo. Ja, als je zeg maar een sportbody hebt, dan heb je gewoon meer motivatie. Want je motiveert op elkaar. What the fuck? Ja, die wilde net stoppen met bikespieren, omdat ze eigenlijk de tijdsdruk voelde. Hè? Ja, ik dacht, we hebben geen tijd meer. Maar toen zei ik, nee, we maken het nog even af. Toen hebben we echt alles eruit geramd, hè? Ja, toen hebben we echt ons laatste sportenergie eruit gegooid. Ja. Dus ik voel dat ook wel. Als ik prut in mijn ogen heb, wil je dat dan alsjeblieft zeggen? Ik kijk niet naar jouw prut in je oog. Waarom niet? Nou, niemand let op jouw prut in je oog. Jawel, je moet op mijn prut in mijn ogen letten. Jij hebt ook prut in je oog. Oh. Nee, die kant. Oh. Je zei meer. Oh. Ja. Ja, heel veel, hè? Heb ik ook nog? Ja. Oh, ja, ook nog daar. Oh. Nou, gezellig prut in de ogen. Ja. Ja. Is oogsnot. Ja, eigenlijk oogpoepjes. Oogpoepjes. Mijn ogen poepen. Ja, kun je nu even dit pakken? We zijn even een gezonde lunch aan het maken. Avocado op je brood. Leg je je ei erop. Kijk, hele mooi. Nou, Roep, eet smakelijk. Dit was het voor nu helaas. Ik zie jullie in de volgende video. Wil je even mijn buik-app zien? Wow. Het sport gaat gewoon goed. Dus echt een tip. Misschien als je naar de sportschool wilt, ga en hou vol. En op een gegeven moment zit je gewoon in dat ritme en dan lukt het. En dan... Dus succes. Bye.